Perentaart. Perentaart, korstdeeg, lekker amandelspijs. Super gerecht, goed te maken. Zo klaar en fantastisch van smaak. Wat heb je nodig? Korstdeeg. Wat hebben we daarna nog meer nodig? Lekker amandeltjes. Amandeltjes met wat suiker. Klein beetje sinaasappel. En boter, gesmolten boter met twee eitjes. Ik heb de fantastische Poire William. Poire William is natuurlijk gewoon de trots van Frankrijk. En waarschijnlijk ken je hem wel als je zeg maar lekker op vakantie bent en je neemt zo die eau de vie. Hoe suiker Jan, hoe lekker dat ruikt. En dan moeten we hem even uitsteken voor die plateau. Kopje eroverheen. Lekker, mooi, plat, goed uitgesneden. Super. Dat is één. Het beslagje. Amandelbeslag. Hey, ik heb de boter heb ik gesmolten. En waar je dus voor uit moet kijken is dat die op kamertemperatuur is. Dus niet te warm, gewoon op kamertemperatuur. Suiker en amandeltjes. En dat doen we hier in de food processor. En je draait de amandeltjes, het is een soort amandelspijs. Dus je draait de amandeltjes erin. Daarop doen we de gesmolten boter. Hé, hey, dit pannetje is koud, hè? Pannetje. En dan voorkom je dus dat die schaal van die ei, als die hierin zit, ook in je beslagje komt. Eitje. En ik heb er nog één. Maken we een rondje in een rondje. Een beetje erbij nog. Voilà. Dat is één. En wat we erop doen, je kan natuurlijk overal vanille in gooien, hè, maar dat doen wij niet. We proberen een klein beetje de alternatieve vanille en die heet in dit geval heet die sinaasappel. Hey, dan gaan we een peertje maken en je snijdt hem in. 1, 2, 3. En dan leggen we hem erin, hè, jongens. We leggen hem erin. We drukken hem niet aan, we leggen hem erin. Hoe lang gaat hij in de oven? Nou, ik denk dat we beginnen en dan moet je thuis mee even kijken. 180 graden in de oven met zo'n propeller. En dan doen we hem in 10 minuutjes en dan gaan we kijken hoe het ontstaat. Maar ik schuif hem er zo in. Bob. Bam. Ah, lekker. Moet eens kijken hoe mooi sappig die is. Dessert moet zoet zijn. Ik heb vroeger bij Jo Braakhekke gewerkt. En die zei dat, Siep, dessert zoet. Dus nog een klein beetje Christmas powder. Het is gewoon poedersuiker, jongens. Wauw. Even kijken. En hoor je hem kraken? Het is alsof we in de sneeuw lopen. Kijk hoe fantastisch lekker die is. Wauw. Top. En nou is die heet, hè? Je moet hem even eisen. Dit is gewoon echt real cooking. Dus dit is gewoon echt zo uit de oven. Hij is mooi knapperig. Wel een beetje poedersuiker erop. Het smakelijk. Oh, heerlijk.